Ons moet een grafiek gebruiken om te verduidelijken hoe een toename in inkomsten tot een hoër prijs van een product leidt. Ek kan ook vir jou gevraagd, verduidelik die aanpassingsproces na nieuwe evenwig indien daar een toename in inkomste is. Dit klink baie ernstig. Maar kom ons kyk een bykie. Ons moet grafies doen. Ek het reeds die aanvankelijke evenwigspositie geteken en ons sê daar is een toename in inkomste. En ons weet een toename in inkomste leidt tot een verhooging in vraag en die verhooging in vraag stel ons voor dier een rechtswaartse verskuiving van die vraag kromme. Maar die vraag van ons verlang is om te verduidelik hoekom ons van hierdie ewigspunt tot die nieuwe ewigspunt teen een prijs van R5 beweeg. Hoe vind die proces plaas? Kom ons kyk. Teen die aanvankelijke prijs van R4 sien ons dat die vraag verhoog, en daar die verhooging van vraag leid tot een veelheid gevraag van 4800. En wat gebeur met aanbod? Wel, die prijs het nie verander, is nog steeds teen R4. So, aanbieders gaan nou nie meer aanbied nie, hulle bied nog steeds net 3000 aan. So, ons sien, veelheid gevraag is 4800, veelheid aangebied is 3000, so ons sit hier met oormaat vraag. Daar is meer mense wat die product wil hê as wat daar aangebied word. Wat gebeur nou? Ja, mededinging tussen hierdie kopers sal nou die prijs opdwing. En soos wat die prijs opgaan, verminder die hoeveelheid gevra. Beweging langs die kromme, onthou jy daai storie. So, prijs gaan op, veel het vraag verminder, maar soos wat die prijs opgaan, is aanbieders bereid om meer aan te bied, soveel het aangebied vermeerder, totdat hoeveel het gevra gelijk is aan hoeveel het aangebied by een prijs van R5. Is julle met my? Teen die aanvankelijke prijs het ons oor met vraag, mededinging dwing die prijs op, en soos wat die prijs opgaan, verminder hoeveelheid gevra, maar hoeveelheid aangebied vermeerder, totdat hoeveelheid gevra gelijk is aan hoeveelheid aangebied, prijs van R5, hoeveelheid 3600.